Het ministerie van Regionale Ontwikkeling is belast met het uitvoeren van het grondrechtenvraagstuk. We praten met de minister, Edgar Dikan, die ons alles vertelt over de verschillende commissies die zijn ingesteld en het werk dat uitgevoerd zal worden om te komen tot de oplossing van dit probleem. Laat me er dit van zeggen dat we op de eerste plaats in een rechtsstaat leven. Het moment dat men zich beknot voelt in zijn of haar rechten, is de gang en het democratisch recht eigenlijk van ieder om naar de groene tafel te stappen en hun recht te zoeken. Dus dat kunnen we. Treft niemand een blaam wanneer iemand die stap wil ondernemen. In deze specifieke geval kan ik wel aangeven dat we sinds december 2016 dat de FITS deel en onderdeel is van waarmee we bezig zijn, van het beleid op dat stuk van erkenning van de rechten. En het vonnis ligt daar en we hebben samen met de FITS, hij zat ook in de presidentiële commissie, nadien zijn er resultaten uitgerold van het werk dat verzet is daar. En als uitvloeisel daarvan hebben we gekregen een gezamenlijke verklaring die we getekend hebben. En ook aangeboden aan de president. En een stappenplan. Dat is ook gepresenteerd aan de regerende RVM. En samen met de FITS ook hebben we dat gepresenteerd. We hebben daarna de verschillende commissies die zijn uitgerold uit het stappenplan, hebben we dus geïnstalleerd en de FITS ook actief geparticipeerd. Dus het werkt bij mij op de eerste plaats bevriending op, dat we toch wel vanuit de media dat moesten horen en ook dat we helemaal niets hebben gedaan voor het uitvoeren van het vonnis. Dat werkt echt bevreemding op. Wij hebben natuurlijk het vonnis om het uit te voeren. En niet alleen het Kalinia Lokono vonnis, maar ook het Samaka vonnis. Waarbij duidelijk is aangegeven dat de staat Suriname, de Republiek Suriname, de rechten van inheemse en tribale moet erkennen in Suriname. Dus wij gaan door. Wij zijn niet op het pad van confrontatie, maar ik denk dat de gemeenschap toch wel het verhaal vanuit de andere kant ook objectief verdient. Dus vandaar dat we gemeend hebben om ook via uw medium de gemeenschap te informeren. Ja. Okay. Zijn er gesprekken geweest met de FITS hierover nadat ze in commissie zijn ingedeeld, nadat het stappenplan naar buiten is gekomen? Zijn er frequente gesprekken geweest met hun? Die commissies geven al aan dat er frequent, regelmatig, op een reguliere basis gewerkt wordt. En structureel ook, planmatig. Dat is de opzet van een commissie. En de FITS participeert daarin. En de voorzitter van de wetgevende commissie wordt ook ingevuld, voorzitterschap, door de FITS. En ook in het managementteam zijn ze vertegenwoordigd. Dus wij gaan ervan uit dat er dus genoeg fora is om te communiceren. Ik weet dat er ook speelt dat van de proceskosten dat nog betaald moeten worden aan de FITS. En ook de inleg van een ontwikkelingsfonds. Dus die twee punten zijn inderdaad nog niet gerealiseerd. Voor de rest werken we zoals wij overeen zijn gekomen, dat we het op een Surinaamse manier gaan doen, dat we niet tegenover elkaar gaan staan, maar dat we als partners dit toch wel Surinaams probleem gaan oplossen. En ik geloof er nog steeds heilig in dat de commissies het werk zullen doen. En dat we de resultaten daarvan, met name een conceptwet, kunnen verwachten in het laatste kwartaal van dit jaar. Zodat we via de gebruikelijke wet die onze wetgeving
inrichting voorschrijft, dat die weg gevolgd zal worden en dat de DNA een conceptwet tegemoet mag zien, zodat dat gedebatteerd kan worden en aangenomen kan worden. Als ik het goed heb, in juni 2018 heeft de president op Reddy Dotti u de verantwoording gegeven om te gaan werken aan deze daadwerkelijke oplossing. Hoeveel commissies zijn er en wat is het werk dat die commissies gaan uitzetten? Inderdaad is dat gebeurd op Reddy Dotti, dat de president naar Surinaamse begrippen op toch wel heel plechtige manier in het openbaar een instructie geeft aan de minister. Wat ik me kan heugen is dat voor het eerst dat ik het gezien heb en ook moeten meemaken. In elk geval voor mij was dat moment, of is dat moment toch wel een teken, een milestone, dat de regering het toch wel serieus neemt met wat we zijn overeengekomen, namelijk een oplossing brengen in het grondrechtenvraagstuk. En ik moet ook aangeven dat de regering Bouterse toch wel heel serieus zijn stappen heeft gezet en ook een andere benadering heeft gegeven, waardoor we als partners optrekken. En partijen zijn het ook overeengekomen dat we nooit zo dichtbij een oplossing zijn geweest. Dus we gaan ervoor. De commissies die zijn uitgekomen uit, het, uit die de presidentiële commissie die de voorstellen heeft gedaan, zijn op de eerste plaats een wetgevingscommissie, een demarcatiecommissie en een bewustwordingcommissie. Dus voorlichting om de gemeenschappen, niet alleen de gemeenschappen te informeren, maar ook feedback te krijgen en ook de rest van de gemeenschap te informeren en ook feedback te krijgen. En daaraan gekoppeld hebben we een secretariaat. Een secretariaat die natuurlijk alle stukken, alle wat betreft de administratie op nahoudt. En we hebben ook een managementteam die dus de overal de verschillende commissies, de coördinatie doet en rapporteert naar de minister. Dus ik denk dat het een heel mooie constructie is. Is transparant, is duidelijk voor ieder. En nu moet dat stukje van de communicatie naar de samenleving worden opgevoerd. En ik moet ook aangeven dat we ook een budget hebben gekoppeld daaraan. Ook goedgekeurd door de regering, de Raad van Ministers. Wat een bedrag inhoudt van ruim 8,6 miljoen SRD. Om het heel project? Om het heel project met onze timetable, onze hele stappenplan uit te voeren. Minister, mogen de tribale volken gerust zijn dat het grondrechtenvraagstuk wordt opgelost? Ja, ik geloof erin. We hebben ook, zoals ik net heb gezegd, dat ik geen stemmen heb mogen horen die een andere mening zijn toegedaan, dat we voor het eerst zo dicht bij een oplossing staan voor het grondrechtenvraagstuk. Het proces is duidelijk aangegeven. Het stappenplan ligt daar. We hebben het openbaar gemaakt. En ook mensen die er kennis van dragen, deskundigen op dat gebied, vinden het een goed plan. Dus we geloven er heilig in dat we het dit keer wel afronden. Dus ik kan de inheemse en de tribale gemeenschap in Suriname geruststellen. En ook van deze plaats ook hun ondersteuning vragen. Er zullen momenten zich voordoen waarbij bijvoorbeeld de demarcatiecommissie, de bewustwordingscommissie langskomt of de wetgevende commissie, dat ze ook die ondersteuning geven aan deze commissies, zodat ze hun werk kunnen doen, hun input ook daar geven, zodat ook dat meegenomen kan worden. We hebben al gezegd dat we een andere benadering hebben gegeven aan dit proces dit keer. En dat is een benadering van wij, van partnerschap, van wederzijds respect. En dat ieder mag participeren en hun input ook heel belangrijk is. Omdat wij als regering toch wel hoog in ons vaandel houden dat niemand aan de kantlijn zal blijven.